Niet. Moeten we niet Need for Speed spelen? Jo, echt auto's. Ja, ja. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Wat is up mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Eindbaas. Mijn naam is Shaquille Palak en zoals je ziet, we zijn in een limo. Omdat ik namelijk een hele grote Need for Speed fan ga uitnodigen op wel een hele toffe locatie. Wie we gaan verrassen is namelijk Kais. Hij is 18 jaar, hele erge fan van Need for Speed. En hij is op dit moment aan het werk in de supermarkt en ik ga hem verrassen. Alleen weet ik nog niet hoe, dus dan ga ik dat even nu bedenken. Oké, ik ben nu in de Albert Heijn. Ik denk dat hij straks hier een beetje gaat vakken vullen en ik ga hem proberen om te roepen. Het is ook een hele grote kijker van me. Hij gaat me sowieso herkennen. Ik ben benieuwd. Mag ik even iemand omroepen? Ja. Ja. Ik heb nu de telefoon van de supermarkt in mijn handen. Kan ik door de hele winkel Kais omroepen? Ik ben best wel een beetje nerveus. Attentie, wilt meneer Kais Ahmad zich melden van de... Dankjewel. Kijk hem dan. Dit is Kais. Hey, wat met jou? Ja, lekker man. Je bent vandaag, ben je vrij? Want je gaat namelijk vandaag iets met mij doen. Wat dan? Wat het is, dat ga je nu zien. Ja? Heb je zin in? Ik heb er zin in. Ja? Top, ja, gaan we doen. Luister, ik heb je overvallen hier bij de supermarkt. Ja? Waar we naartoe gaan is heel erg leuk. Als je namelijk voren kijkt, zie je al iets heel tofs. Ik dacht in limo al staan, ik ochtend langs kwam maar fietsen. Nou, wat een service. Dankjewel. Dit is een toffe limo, hè? Dit is wel sick. Kijk, neem even een lekkere Coca-Cola erbij, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, waarom ben je zo fan van Need for Speed? Toen ik klein was, toen ik voor mij eerst mijn console kreeg, speelde ik heel veel Need for Speed. Eigenlijk ben ik een beetje mee opgegroeid. Heb jij een rijbewijs? Nog niet, ben ermee bezig. Misschien kan je al vandaag een soort van kleine praktijkexamen halen hier. Ik ben benieuwd. Je verrast me met een limo. Je haalt me weg van werk om 8 uur 's ochtends. We hebben een wakker gebeld. Nee, je moet 8 uur werken. Dus ja, allemaal om deze game even te spelen. Hoeveel vingers steek ik op? 3. Hij is goed geblinddoekt, want hij mag natuurlijk niet zien waar we naartoe gaan. Oké, nou, we zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort. We hebben een koerier en die gaat namelijk met hem een paar rondjes rijden hier op het circuit. Mag doen? Ja, je mag hem afdoen. Van over je hoofd heen. Zo. Nou, dat is fel, hè? Ja. Kijk eens wie naast je staat. Hi, guys. Hi. Ik ben Danny. Danny van Dongen is coureur GT4. En ik heb vandaag echt een superleuke auto. Jij kan een beetje uitleggen wat we allemaal gaan doen. Ja, één grote speeltuin hier. Je ziet achter mij is de tachtenbocht. Het is vandaag een beetje glad en nat. Dus dat maakt het alleen maar leuk. We gaan even dus in een raceauto zitten. We gaan even die adrenaline omhoog pompen. En daarna gaan we hem gewoon even spelen. Ben je ooit wel eens op een circuit geweest? Nee, nog nooit. Heel leuk, jongens. Oké, nou kijk. Dan ga je in een Tarzanbocht en dan kom je zo in een gurlachtbocht. En hoe heet deze? Hugo Holtzbocht. Oké, nou. Ja. Oh, ja. Hey. We gaan straks racen, maar we hebben nog even een pak nodig. Dan gaan we even omkleden. Let's go. En hup. Oké. Je ziet er goed uit. Dankjewel. Jij niet? Ja, ze hadden maar één pak helaas. Let's go. Nou Kai, succes met Danny. Dankjewel. En niet crashen AUB, hè? Hey, succes Kai. Hey, later hè. Yo. Kijk, we gaan, jongen. Lekker bezig, joh. Nou, Kais, hoe heb je het beleefd, man? Is een ervaring, jongen. Echt, het komt op je af. Ja. Je valt gewoon stil. Hey, Danny, dankjewel voor het deelhuis brengen. Goed gedaan. Ja, toch? Goeie passagier. Je bent niet misselijk voor, toch? Nee, niet misselijk. Nee, gelukkig, ik zie geen braaksel hier liggen. Dus het is allemaal goed voor jou. Zo, hoe was dat? Echt sick. Echt tof, hè? Had ik exact. Echt sick. Maar we moeten het nog even goed gaan aanpakken, want we hebben natuurlijk de game, Need for Speed Payback, en die gaan we nu spelen. In de game zijn er een soort van challenges, dus je moet ergens van punt A naar punt B gaan. Wie de snelste tijd heeft, die heeft gewonnen. Ik denk dat ik sneller ben. Kijken, in 5 kilometer. Je moet niet te veel remmen, hè? Je moet gewoon een beetje gassen, je kan een gas erop geven. Hier om de bocht driften. Kijk, dat deed Danny ook inderdaad. Hier uitkijken voor de bocht. Die ging de vorige keer de mist in namelijk. Je bent wel goed in bordjes aanrijden, of niet? Beetje GTA zelf. We kunnen toch. Hey, dat
dit is super tof, want we zijn hier gewoon aan het spelen. En als je naar rechts kijkt, zie je gewoon het circuit van Zandvoort. Nou, hij heeft 18 seconden nog over, dus ik moet eigenlijk binnen die 18 seconden over de finishlijn. Maar ik ben eindbaas, ik kan dit. Oké, hij had een McLaren, ik krijg nu een oude auto, dus... Go, hup, iedereen voorbij, hup, hup. Ah, nee. Oeh. Ik denk dat jij had een betere auto, hè? Ik heb een McLaren. Dit is gewoon een Honda uit 1980. Oh, dan komt de politie ook nog eens erbij. Ik heb 44 seconden. Hij heeft 18 seconden. Nou, wie heeft gewonnen? Jij hebt gewonnen. Zo doen eindbazen dat. We hebben wel net met Danny in de auto gezeten. Hij is een echte coureur, maar ik wil wel zien hoe zijn skills zijn bij Need for Speed Payback. Zullen we hem uitnodigen? Danny. Ja, hier ben ik al. Oh, kijk, dat is snel. Jij moet gaan gamen tegen ons eigenlijk. Oh, oké. Dat wordt lachen. Dit is gassen, dit is remmen. En als je wilt driften is het vierkantje. Lekker gassen. Je kan eerste worden. Binnen de 54 seconden, dan ben je de eindbaas. Nu ben jij de eindbaas. Nu ben ik de eindbaas. En je bent er al bijna. Turbo. Kijk. En? Ben jij baas of ben ik baas? Helaas ben ik de baas, want jij hebt hem helaas gefilmd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, als je hier wint op het circuit, krijg je zo'n mooie krant. Guys, ik geef hem aan jou, want jij bent de echte eindbaas voor vandaag. Vond je het leuk? Ik vond het echt geweldig vandaag. Kijk eens, nou, deze is voor jou. Ik heb hem al een beetje vol, maar het komt goed. Jij kan hem lekker mee naar huis nemen. Ja. Danny, voor jou. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik denk dat we samen gaan oefenen. Ik heb het nogal een beetje nodig. Ja. Nou guys, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering van Eindbaas. Samen hier met Kais. Heb je het leuk gehad? Dat is echt geweldig vandaag. Ja? Ik ben op zoek naar iemand die heel erg fan is van League of Legends. Want ik ga jou misschien de tofste game experience brengen. Doe even een like en subscribe ook op het KookTV kanaal. En wellicht tot de volgende keer. Want misschien breng ik jou wel een toffe game experience. Jongens, tot de volgende keer. Doei!